Wat doet zij? Nee! Wat doet zij? Ze zijn doggy aan het doen. In het park. En ze gaat binnenkort een kind uit haar k- duwen. Dat willen we allemaal zien. Oké. Tjurk. Waar? Ik zweer het. Kom jij hier aan het zitten? Werk. Ja, ik kom bij jou. Maar ik zit in het midden helemaal. Ja, nou dan gaan we zo. Hallo. Hoi allemaal, mijn naam is Sophie. Wat leuk dat jullie weer kijken naar een video op mijn kanaal. Ik ben vandaag met Sam. Hi. En wij gaan chips eten. Ja, yay. Dit is Chuck. Anyway, Sam is 18 weken zwanger. En één dag. Ik wil zeggen, en één dag. En één dag vandaag. En de vorige keer dat ze bij mij was, had ik Cheetos in huis. En toen werd ze helemaal hitsig. Ja. Yeah. En toen moest ze die ook hebben. Dus ik dacht, ze hebben er nog veel meer. Laten we gewoon alles gaan uittesten. Dus hier zijn wij voor jullie om allemaal Cheetos te gaan uittesten. Leuk, hè? Er zit fucking hamburgersmaak tussen. Ja, echt alles. Er zit allemaal... Het is echt spannend. Ik heb gewoon maar wat random dingen aangeklikt. Waarom zit je zo gek? Oh, is dat Nee, dat mag. Maar het mag. Je mag doen wat goed voelt. Oké. Welke wil je mee beginnen? Dan gaan we zo even een gesprekje voeren. Deze, want die ken ik al. Oh, die ken jij nog niet. Nou ja, je hebt dus de Cheetos Crunchy. Deze had ik gekocht. Maar dit is er ook nog één. Ja, maar dat is Flaming Hot. Oh. Die zijn pittig. Oh. Deze had ik gekocht en die vond Sam heel lekker. En toen ging zij ze halen, maar die van haar was Japans. Ja. En die blijken dus vies te zijn. Ja, ik vond die niet zo lekker, omdat ik die gewend was. Ja, maar nee, deze. Ik kan me dus niet voorstellen dat het echt anders is, maar het schijnt echt anders te zijn. Dus deze ga ik even vergelijken. Maar alleen de kleur is echt al... Deze zijn echt oranje en die is echt zo... Kijk. Huh? Ja, maar die kleur vind ik ook lelijk. Deze ruikt heel multiculti of zo. Die ruikt echt kruidig. Ja, nee. Wow. Die is lekkerder, hoor. Oh. Ze had gelijk. Oké, ik pak even van allebei eentje, zodat ik jullie mooi de... Sorry, hoor. Viesvel goorwijf. Kijk, kan je het zien? Nee. Dit is de... Ja, dankjewel. Dit is de lelijke en dit is de lekkere. Ja. Laat ik beginnen met deze. Ga jij hem nou niet eten omdat je weet dat hij vies is? Nee, ja, kom maar. Dit is de vieze, je mag ook niet lekker mee. Eten. Weet niet. Ik denk dat ik die lekkerder vind. Echt? Ja, wacht even. Nee, ik vind die lekkerder. Deze heeft een hele heftige kaassmaak. En deze smaakt echt naar chili saus. Maar dan lekker, ja. Eeuw, kaas. Eeuw. 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 Is dit schimmelkaas? Ja. Oké, nou vind ik hem niet meer. Oh my god. Nou vind ik hem niet meer lekker. Schimmelkaas. Zet dat daar ook op, een plaatje van schimmelkaas? Nee toch? Eeuw. Oh, maar nu als ik het ruik, dan denk ik ja, misschien is dat wel wat het is. Ja, nee. Nee. Ik heb 4 van die zakken thuis. Wie wil ze hebben? Van die vieze. Oh my god, het is gewoon... Ja, laat even weten. Krijg jij alle 4 die zakken? Ja. Allemaal van mij. Eeuw, oké. Nee. Nou, dat was niet helemaal het. Nee. Laten we verder gaan met deze crunchy, want dit is sweet chili. Dan mag jij even tussendoor vertellen wie je bent. Want ik zeg steeds tegen mensen, ik ga filmen met Sam. En dat iedereen, wie is Sam? Ik ben Sam. Mensen kennen mij... nee, dat moet echt niet. Dit ziet er ook zo raar nee, uit. Nee, dit is lekker. Deze heb je ook bij de Jumbo. Dit is sweet chili. Maar ken je deze al dan? Ja, maar jij niet. Ook wel. Die zijn lekker. Oh, wel? Deze wel lekker. Ja. Ja. Nou, dit is Sam. Ja. Hoe oud ben je? 23. Wat is je lievelingskleur? Zwart. Waar kom je vandaan? Het Ude. Kennen jullie daar Ude? Ude! Niemand kent Ude. Wel. Ja, jij omdat je uit de buurt komt, echt? Ja, misschien inderdaad omdat ik uit de buurt kom. Ja, als je in Rotterdam wegkomt uit Ude, dan kennen ze dat echt niet. Nou, als je uit Rotterdam komt en je kent Ude, laat het weten in de comments, want ja. Sam zegt van niet. Maar, zij doet Instagram en TikTok en geen YouTube. Nee. Ze heeft het geprobeerd. Ik vind dat ze door moet gaan, maar goed. Ja, maar... Ze heeft het geprobeerd en meedoen is belangrijker dan winnen. Maar ze doet wel TikTok en Insta. Ja. En ze gaat binnenkort een kind uit haar kut duwen. Dat willen we allemaal zien. Niet echt van voor, maar gewoon... Ik denk ik maak die ene video na. Die, Oh ja. Ja, maar dan kan je kan live gaan op TikTok. Oh, doe dat. Kunnen jullie meegeven? Dan stuur ik gewoon zo'n gat, zo, precies op het gat, zo. Kunnen jullie de eerste haartjes van de baby zien? Misschien is hij al kaal. Oh, ze krijgt een jongetje trouwens. Oh, nou, dat wist nog niemand. Thanks voor de spoiler. Oh. Als je deze moet raten, laten we even deze raten alvast. Ja, ik vind die ook wel lekker. Maar welke is lekker? Maar misschien omdat ik die al te veel gegeten heb, dat ik nou die lekkerder vind. Ik weet het niet. Deze allebei wel lekker. Maar we moeten even naar de spannendere smaken. Want zoals je net al zei, ja, wat zei jij? Hamburger. Maar volgens mij is het een... Nee, was dat dan? Dat is toch een hamburger? Ja, je hebt gelijk. Ik dacht dat het een biefstuk was of zo. Kijk, het is ook in het, ik denk Japans, dus ik heb ook geen idee wat erop staat. Doe jij deze openmaken? Ga ik even kijken wat mensen jou te vragen hadden.
Niks, want ze kennen mij niet. Maak je, nee, ik had een vraagstuk. Maak maar even ADR. Ik kan niet open. Oh, ik veel. Oh, ik ook niet. Nee. Oh, ik wil zeggen, ben ik nou zo achter? Oké, ik zet me open schurk. Wat doe je? Ja, boeien. Dit ziet er heel grof uit. Die heeft gewoon poepvlekken op zijn chips. Lekker. Ik vind het een beetje vreemd. Nou. Vind je het lekker? Het smaakt zoet. Het ruikt ook zoet. Ja, dat wel. Terwijl het zou vlees moeten zijn. Het hoeft niet naar hamburger. Nee, het smaakt zoet. Gewoon niet. Iemand vroeg, maar dat vind ik echt een goede vraag. Hoe vind je de zwangerschap tot nu toe? Ja, geweldig. Het is echt lekker aan het genieten. Ik geniet echt. Elke iedere dag. Seconde. Ja. Ik heb het echt naar mijn zin. Nee, het is helemaal kut. Sam is echt boos. Nee, het is gewoon irritant. Maar ze is zwanger. Ze kan er niks aan doen. Nee, het is gewoon irritant. Want, oeh, er staan daar twee mensen te tongen. Die zijn echt 10. Die zijn echt 10. Oh, dat is echt goor. Er staan echt twee kindjes te tongen. Oeh, maar ze stonden ook wel heel stijfjes. Hoe oud uit het raam roepen. Laat je lekker likken. Die zien daar twee van die hoofdjes zo. Over die bank uitkomen. Nou, ik denk wel 14 of zo. 13. Was er nog een keer. Maar ze wil niet meer. Nee, ze wil niet. Ze zegt, nee. Ik denk dat hij haar nu verkering aan het vragen is. Ja, ze zegt... Oh mijn god, ze is helemaal aan het giechelen. Helemaal hopeloze tieners in love. Hij is ook van... Hoe oud zijn die kinderen? Zie je waar zijn handen zitten? Ja. Wat doet zij? Nee! Wat doet zij? Ze zijn doggy aan het doen. In het park. Oh my god, oké. Okay. Intens, intens. Deze komt voor mij nu op de bodem. Wat vind jij? Deze komt onderaan. Ja. Deze is tot nu toe de minst favoriete. Ja. We denken dat het hamburgersmaak is. Zijn ze nog bezig? Kan jij geen Japans? Nee. Nee, maar de zwangerschap is... Nee, niks aan genieten. Ik geniet er echt totaal niet van zelfs. Maar dat had jij ook. Ja, ik vind dat de wereld meer medelijden moet hebben met zwangere vrouwen. En iedereen die zegt zwangerschap is geen ziekte, dat is het dus wel. Letterlijk. Echt wel. En je krijgt er iets heel moois voor terug, maar het is niet leuk. Nou, ben blij als het kind eruit is. Ja, snap ik. Is ook lekker. Ik heb even geplast. Waar? Ik zweer het. Nee, ik zie dat geen doet hij als hij geplast heeft. Nee, ik zie geen. Ja, maar dan moeten we dadelijk even zoeken. Deze is volgens mij. Ja, zie je, dit is een kippenpoot. En waar heb jij dit vandaan? Internet. Oh. Chuck! Dit staat op de laptop, meneer. En Jaap is alleen maar boos aan het kijken. Chuck, Jaap wil niet. Chuck! Jaap vindt jou niet. Dat doen we dus niet, hè? Chuck, mama moet even werken. Deze ruikt naar... Hij heeft een natte plasser. Ja, maar ik ga dadelijk wel zoeken, want ik zie hier niet... Oh ja, ik zie een paar druppeltjes. Oh, mini druppels. Vind ik niet erg. Volk had hij op de bank geplast. Als ik naar iemand toe kom, dan moet je zeggen, laat je hem thuis. Laat me weten als jij een Pomeriaan hebt die wel zindelijk is. Ja. Want ik ken er geen. Nee, Chuck is ook niet zindelijk. Deze vind ik heel lekker. Ja. Maar deze is ruikt zoet, maar ik vind die niet zoet proeven, deze. Nee, maar deze vind ik echt heel lekker. Wauw. Oh my god, amazing. Deze mag blijven. Mmm. Dit is misschien... Ik vind deze lekkerder dan die sweet chili. Ja? Oh. Ja, Chuck. Dat gilletje van Chuck ook. De vorige keer was het al genoeg, maar jij stopt niet. Ja, dan pak je haapje. Oké, ik moet stoppen. Ik kan niet meer stoppen. Ah, wel lekker. Maar heel lekker. Oké, welk spreekt je aan? Ik zie het niet eens. We hebben... Ketchup. Kaas met ketchup. Cheddar. Jalapeno. En dit is pizza. En pizza en de Flaming Hot. Oké, ketchup. Ik lust geen ketchup. Ik ben heel benieuwd. Nou, maar het is dus kaas met ketchup. Kijk, je ziet ook echt kaas en kaas ketchup. Met een fles ketchup. Lust je geen ketchup chips? Nee. Lust je geen ketchup? Nee. Waarmee eet jij je tosti dan? Met curry. Oké, daar kan ik nog mee leven. Wat had je? Mayonaise. Ja, chili saus. Oeh, oh, die lucht. Is niet best. Nee, ik ga kotsen als ik dit ruik dan. Ja, dat ruikt meer naar kaas, vind ik. Ik ben niet zo. Wat is dat voor het rolletje? Ja, het is heftig, hè? Ik ben niet zo'n kaasfan. Ik weet niet hoe het bij jou zit. Kijk, het is een hele bijzondere structuur. Dit is letterlijk de poep van een hond. Ziet er toch zo uit? De postbode is er. Voel je dat? Maar ik proef geen ketchup. Waarom is die zo zacht? Hij is echt heel zacht. Op het einde misschien. Nee. Dit lijkt wel alsof je stof eet. Ja, letterlijk. Maar er zit ook echt gewoon geen smaak aan. Jawel, het smaakt heel erg naar kaas, vind ik. Ik vind niet dat het naar ketchup smaakt. Maar het is echt heel zacht. Dit is gewoon alsof ik piepschuim aan het eten ben. Ja, dat vind ik een goede vergelijking. Piepschuim. Made of corn. Deze is niet lekker. Maar ik denk wel dat ik deze liever zou eten dan die met die hamburger.
Nee, maar die was gewoon een beetje raar. Die was echt een beetje raar, maar dit vind ik ook nee. Nee, eigenlijk niet nu ik het zo... Want nu heb ik het, de nasmaak vind ik ook vies. Het is gewoon echt plastic. Ik ben niet blij. Het ploeft gewoon naar plastic. Oh, ik vergeet steeds dat ik vragen moet stellen. Oh. Hi. Ja, mij vind je. Hoe gaat je relatie sinds je zwanger bent? Kijk, dat is nou echt leuk om op internet te bespreken. Ik pak even de pizza, ja. Nou, ik had aan het begin had ik helemaal geen... Hoe heet dat? Zo terwijl je praat. Ik had aan het begin had ik echt totaal helemaal... geen... Seks. Ook. Nee. Aan het begin had ik helemaal geen hormoonwisseling. Of dat... Oké. We hebben er moeite mee vandaag. Het is heel zwaar. Omdat ik zwanger ben. Ja, dat komt omdat zij zwanger is. We hebben de cheddar jalapeno crunchy. They look. Ze hebben veel kleur. En er zitten een soort van puntjes op. Er zit er zo chemisch. Moeten ze die puntjes inzoomen? Snap je wat ik bedoel? Alsof er confetti opgegooid is of zo. Eww. Eww. Ik moet het wegspoelen met de pizza. Eww. Deze is echt heel smerig. Nee, niet bij. Grappig. Je proeft gewoon echt naar alsof je gewoon een peper in je mond stopt. Als ik nu zwanger zou zijn, zou ik huilen. Maar niet qua pittig, maar gewoon... Nee, gewoon qua goor. Maar ook smerig. Die cheddar. Als ik zwanger was, was ik nu aan het huilen. 100%. Eww. Gelukkig hebben we de pizza om het mee weg te spoelen. Ja. We gaan zo door met de laatste. Even krijgen. Bla bla bla. Even een stuk naar buiten laten voor die dekker. Oké. Okay. Nou, je bent iemands inspiratiebron. Sorry? Je bent iemands inspiratiebron. Oké, die was echt ranzig. Ja. Jij bent iemand inspiratiebron, zei ze. Wie dan? Ja, even kijken. Ze heet Wieke. Wieke? Wieke. Shoutout naar Wieke. Thanks, Wieke. Waren jullie bezig met een kindje of was het spontaan? Dus eigenlijk, met andere woorden, was het gepland? Ja, is het een ongelukje? Nee. Het is geen ongelukje. Ik kwam iemand van de basisschool tegen. Waar dan? Ja, die zei ook. Die zei, ik zat gewoon te kut. Ik zei, ja, kom nooit buiten. Oh, heb je wel een leven dan? Ik zei, ja, ik heb een dochter. Waar weet je al van? Wat doe jij nu? Ja. Yeah. Oh. Was dat voor ongeluk. Maar ik vind dat een hele rare vraag. Ja, dat kan ook niet. Nee, het was niet per ongeluk. Onze baby is keigepland. Behalve als je vrienden bent, dan vind ik dat je dat wel mag vragen. Ja, oké. Okay. Jij had een groepje mama, daar waren we ook van, baby was dan wel een ongelukje. Nee, Bas was wel gepland, jongens. Maar ik heb altijd gezegd dat ik nog 2 jaar wilde wachten, maar dat was bullshit. Gewoon omdat ik, nee, weet je waarom? Omdat ik anders van iedereen vragen krijg. Oh, zijn jullie al bezig? En gaat het goed? En lukt het? En blablabla. Dus... Dat heb ik tegen niemand gezegd. Niemand wist dat wij bezig waren. Dit is een scam. Hoezo? Ik ken Flaming Hot Cheetos en die horen rood te zijn. Ja, zie je, dus weer dat Japans. Geef me één moment. Heb je die? Vertel maar even wat leuks. Ik ga stuk. Kutzooi, heel zacht uitgescheurd. Die ruikt ook niet lekker. Nee, maar we hadden gewoon tegen niemand gezegd dat we gingen beginnen. En bij ons was het de eerste keer meteen raak. Dus... We hadden geluk. Maar ja, we hadden gewoon tegen niemand gezegd dat we überhaupt gingen beginnen. Dus bij ons wist ook niemand dat wij überhaupt bezig waren. Jij hebt die ook gewoon. Ja, dat mag blij, hè? Dat deze wel normaal zijn. Oh, ik krijg geen lucht. Kijk, dit is anders dan deze. Maar dat is toch raar? Dit is de goeie. En dit niet. Dit is hetzelfde als die. Nee. Oh ja, kijk. Zo ken ik ze. Wajoo! Kijk, Flaming Hot. Deze zijn gewoon oranje. Maar dus... nou ben ik wel benieuwd naar ze allebei. Want deze weet ik hoe ze smaken. Iedereen vindt deze echt fucking lekker. Behalve ik. Dus het zal aan mij liggen. Die zijn pittig en je vingers worden helemaal rood ervan. Hmm. Ik ga beginnen met deze. Want deze weet niet hoe het smaakt. Gadverdamme. Ah! Ah! Kijk, hier ga je van poepen. Mijn tong staat in de fik, man. Ik kan echt niet tegen pittig. Ik moet huilen. Ik ga het drinken. Maar het is ook helemaal niet lekker. Oh. Nee, dat vind ik ook niet. Ik snap ook niet waarom mensen dat zo lekker vinden. Maar ik kan sowieso niet tegen pittig. Oh, sorry. Nee, dit is niet lekker. Oh my god. Nee. Ik vind mijn tandpasta al pittig. Dus dit is a lot for me. Oké. Niet pittig of zo. Maar gewoon niet lekker. Die rode. Vond jij het niet pittig? Ja, wel een beetje, maar niet zo heel erg. Sorry dat ik op je heb gespuugd. Daar gaan we. Ik zweet hier helemaal van. Deze zijn echt 100 keer zo pittig. Nou, die zijn pittiger. Heel erg. Maar die zijn wel minder pittig. Maar ik vind dit ook niet lekker. Ik vind deze wel lekkerder. Maar nog steeds niet. Nee, ik vind het wel heel pittig. I don't get the hype. Ik vind die ook niet lekker. Oh, maar toch kan ik niet stoppen. Met die? Ja. Weet je dat je hier ook popcorn van hebt? Wat? Flaming Hot popcorn met van die rode poeder. Wel? Nou ja. Ik kan niet stoppen. Jij bukt dat ik echt een fik. Oh, die gaat branden. Ik denk dat jij daar gaat poepen in plaats van ik. Het gaat wel leuk zijn. Lang geleden. Ja, wacht maar tot je bent bevallen. Wacht maar. Gaan we eens kijken hoe het gaat met jouw darmen. Ja, maar iedereen zei ook tegen mij dat... Oh. Zijn ze weer aan het zoenen?
Wil ze nou wel of niet? Twijfel. Zodra ik je denk, ik zwaaien. Ja, ik wil ook zwaaien. Kielen, kielen, kielen. Ja. Oh. Maar hebben we niet door dat hier mensen wonen? Ja, dat vraag ik me dus ook af. Dat je inderdaad tussen allemaal huizen zo aan elkaar gaat lopen frunniken. Ze zien ons dadelijk in de video. En we denken dan, oh. Oh, ze gaan weer tongen. Ja, ze tongen. Maar jouw zoon zo en mijn lang dochter. Ook. Ja, jij bent zijn schoonmoeder, hè? Ja. We gaan onze kinderen koppelen aan elkaar. Wat een schattige knuffel ook. Ja. Zou ze wel hun tanden gepoest hebben? Ja, dat denk ik wel. Ik deed dat vroeger wel. Ik met iemand ging zoenen. Steeds iedere dag. Oh, wel? Ja. Oh, ik doe dat nu niet meer, maar... Voordat je met iemand ging zoenen. Ja, maar nu heb je smintjes. Echt keer 100. Ja. Nou, als deze nu met mij wil zoenen, dan boeit me echt niet op. Het voordeel aan een 2-jarige relatie. Hé, hey, Jaap. Mijn bek staat in de fik, maar ik kan niet stoppen. Ze hebben elkaar denk ik al 5 keer verkering gevraagd nu. In de tijd dat ze daar zitten. Ze keek echt bijna. Ze staat helemaal zo. Ik denk niet dat ze wil. Ja, zullen we uit het raam roepen. Valt hij je lastig? Oh, zullen we nu even de honden gaan uitlaten? Ja. Waar heeft hij vast? Een briefje. Wil je verkering? Om cirkel ja of nee? Hij heeft een gedichtje geschreven. Hey, wij gaan verder met deze soap kijken. Ik kan niet meer stoppen. Kijk, nu zijn mijn vingers al. Als je nu in je oog wrijft, heerlijk. Doe eens. Nee, ik heb lens in. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer maar weer. Doei.